Zo dat kapitalisme en een leefbare wereld niet goed samengaan. En als je radicale acties doet, en ja, dit was medium radicaal. Ik bedoel, we hebben met 300 mensen iets bezet. Als je radicale acties doet, dan moet je ook bereid zijn om een radicale analyse te maken. En ja, als je erover nadenkt, oneindige economische groei, niet mogelijk. Economische groei heel vaak ook afhankelijk van uitbuiting van anderen. Ja, dan is anti-kapitalista misschien best wel een logische leus. Anti-kapitalista. Dus dat roepen mensen nu heel blij. Naast alle vrolijke, normale, doe het voor onze kinderen leuzen die de, normaal, die, de klimaatbeweging normaal altijd schreeuwt. Stonden een paar superblije mensen ons op te wachten toen we naar buiten liepen. En nu gaan we weer terug richting het klimaatkamp. Bij de isolatorweg en de zekeringweg, waar iedereen echt super welkom is om straks te komen, om met ons te praten, om iets te zeggen, om geld te doneren, want we hebben toch geld te weinig voor onze actie. En nou, we hebben allemaal deze fancy pakjes aan en zo, en misschien ook wat legal costs, en we hebben dingen gedaan. Dus dat, als je wil doneren, als je geld over hebt, kan altijd, altijd fijn. En we gaan straks ergens even zitten, en ik hoop dat dat in deze video is, voor een speech van iemand die ook in Ende Gelände super goede speeches geeft, die nog niet zo vaak een speech heeft, maar wel heel erg goed is, en die gaat ons hopelijk, ons en mensen die er nog weer bij zijn, hopelijk vertellen over haar analyse van de dag en wat het was, maar dan gewoon wel kort en krachtig. Omdat, nou ja, als je 300 mensen toe moet spreken, dat is moeilijker om die, dan ben je ook maar verplicht iets goed te zeggen. Terwijl als je op een Facebook live feed random dingen zegt, dan hoeft dat niet per se. Ik geloof dat we nu nog gewoon aan het lopen zijn, dus dat misschien niet super nuttig is als je urenlang doorpraat. Even tot de speech begint.